toen ik uit de ring kwam, toen hoorde ik alleen maar, hey Beast, gefeliciteerd, Beast, Beast, Beast. En volgende ochtend las ik eigenlijk in de krant, ja, Amsterdams Beast, wereldkampioen. Yes, ik heb vandaag mijn sporttas bij me, want ik sta voor Vos Gym. Daar meeten we zo meteen met Amsterdams allernieuwste wereldkampioen kickboksen. We gaan even kijken wat ze in huis heeft. Fighting out of the red corner representing Curaçao, Celina Chirino! Ik sta naast Celina Chirino, wereldkampioen kickboksen. Voor de mensen die jou nog niet kennen, vertel eens even, wie ben jij? Nou, ik ben Celina Chirino, ik ben 21 jaar en ik kom uit Amsterdam-West. Ik ben opgegroeid in Bosselommer. En ja, ik geef les in het dagelijks leven, personal training en small group trainingen. Ja. Oké, leuk. Dus je bent een erg actief Amsterdammer. Ja, zeker. Ja. Ja. En ze noemen je ook wel The Beast. Celina! The Beast. Chirino! Hoe komt dat eigenlijk? Nou, dat was begonnen toen ik eigenlijk voor mijn eerste titel vocht. En ja, het was gewoon heel snel afgelopen. En het was een toernooi, dus ik vocht meerdere wedstrijden die dag. En die waren vroegtijdig geëindigd. En ja, toen ik uit de ring kwam, toen hoorde ik alleen maar, hey Beast, gefeliciteerd, Beast, Beast, Beast. En volgende ochtend las ik eigenlijk in de krant, ja, Amsterdams Beast, wereldkampioen. Dus ja, dat was heel grappig om te zien. En ja, vanaf toen eigenlijk begon ik die bijnaam te gebruiken. Maar je bent wereldkampioen, je hebt de belt op je schouder. Ja. Dus als het goed is, heb je nog een klein beetje Beast in je. Zeker, altijd. Laat het zien. Ik zou zeggen, laat het zien. In de wedstrijd heb ik vaak beentechnieken gebruikt. Dus ik gaf afhouders, knieën en een rechte stoot. Okay. Probeer jij eens. Okay, ik doe hem wel met links. Wat jij wil. Hop. En een stoot. Ja. Goed. Wel oké. Ja? Ja. Oké, gelukkig. Waar is het eigenlijk allemaal voor jou begonnen? Het is eigenlijk begonnen sinds de basisschool. Ik werd flink gepest. En ik was er eigenlijk een beetje klaar mee. Maar ik wist niet hoe ik mezelf eigenlijk uit die situatie moest helpen. En toen zei mijn moeder altijd van, ja, je moet eigenlijk vechtsport gaan doen. Mijn broertje die deed al kickboksen. En toen ben ik daar eigenlijk achteraan gehold. En ja, bleek ik natuurtalent te zijn, volgens de trainer toen. En ja, toen ben ik eigenlijk alsmaar doorgegaan. En ja, begon ik het leuker te vinden en steeds meer gemotiveerd. En ik ontpopte eigenlijk als een rups naar een vlinder toe. Dus ja, dat was eigenlijk wel hoe ik het deed. Celina, we hebben wat voor je. Oh nee. Ik zal het even bijhalen. Ik hoop dat je er heel erg veel uren mee in de gym door gaat brengen. Dat is leuk. Kijk eens aan. Een echt AT5 shirtje. Oh wauw, ik vind het echt leuk. Wij supporten jou. En gefeliciteerd met je overwinning. Dankjewel. Oh mijn god, ik vind het echt leuk. Vertel wat we nog allemaal van je kunnen verwachten. Hopelijk meerdere wereldtitels bij verschillende organisaties binnen te halen. Natuurlijk met COVID-19 weten we natuurlijk niet wat de toekomst brengt. Dus voor nu lekker door blijven trainen en ja, de belt bij me houden. Ja, zeker weten. Nou, let er heel goed op. Ja. Let goed op het shirtje. Zou ik doen. Ze staan allebei goed, dus het zou zonde zijn als er wat mee zou gebeuren. Minus 57 kilogram champion of the world. Young lady in the red corner, Celina Chirino. Oh.